van Phoebe Foodie Gaming. Ik ben Larissa en verder dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. Ik ga vandaag een mooie vlog maken, want vandaag ben ik jarig. Yes, een heel feestje en helemaal geweldig. Ik ben vandaag 16 jaar geworden, dus daarom maak ik een vlog. En kijk, ik heb, wanneer was het? Gisteren of zo, heb ik een nieuwe spiegel gekocht. En die past nu mooi op mijn kast, dus dan heb ik mooi hier zo'n spiegel. Hey, en Jamie Lannister. Yay! Want ik had alleen maar die spiegel. En ja, daar zie je niet zo heel veel in, hè. Dus ik wil altijd al eens zo'n langere spiegel. Nu heb ik hem eindelijk en ik weet niet waarom, maar ik moest het gewoon even van jullie laten zien. Wow, ik ben best wel druk eigenlijk. En ik heb helemaal nog niet gegeten, dus ik heb echt best wel honger. En ja, nu ga ik naar onder. Yay. Ik zie hier al een 16 voor de raam staan. Ja, zo is het 1 en 61. Maar als je van buiten kan kijken, is het mooi 16. Ik zie hier al een cadeautje liggen. Het zal van Luc zijn. En hier zie ik nog allemaal versieringen. Dus die gaan we ook straks nog allemaal ophangen. Awesome! En dat lange cadeautje wat daar op de bank ligt, is dat van Luc? Ja. Oeh. Oh, wacht, ik moet wel omdraaien. Oeh. Staat nog iets op? Oh. Oh. Oké, ik weet niet of jullie het kunnen zien. Ik kan het eigenlijk zelf niet zien. Van Luc, voor de rest, dan heeft hij allemaal pandaberen getekend. Pandaberen, tuurlijk. Nou, ik ga het even openmaken. Ik had het wel al verwacht, maar omdat het zo licht aanvoelde, dacht ik van, zal het nog wel een poster zijn? Maar ik ga nu kijken wat het poster is. Ik heb wel al een vermoeden, maar even kijken. Ja, ik zie het al. Oh! En wie is dat? Dat is Daenerys Targaryen. Nee, dat is Sarah Connor. Oh ja. Ja, maar ja, die poster wilde ik dus echt super graag, want ik ben echt een enorme fan van Emilia Clarke. En Emilia Clarke speelde Daenerys Targaryen in Game of Thrones, voor de mensen die dat niet weten. En in de nieuwe Terminator film, Terminator Genisys, speelde ze Sarah Connor. En ik wilde daar dus heel graag een poster van, omdat ik het echt een super vette film vond. En ja, gewoon omdat ik het een vette poster vind. Dus, ik ben er heel blij mee. Nou, ik ben even naar boven gegaan met mijn poster. En ik wil hem gaan ophangen, maar mijn hele kamer, ja, ik slaap de zolder, ik heb al heel vaak verteld, dat is heel kut met posters en zo, en ik kan eigenlijk nergens ophangen. Maar ik wil even een plekje vinden, ik heb hier al een poster, maar ja, dat is zo'n, ja, rechte, zeg maar, of zo'n liggende poster, zeg maar. En die posters die ik daar heb hangen, dat zijn gewoon rechte. En dan heb ik hier nog één, en die is van Frozen, en die is, dat is ook een rechte. Maar ik denk dat ik heb geen andere plaats, dus ik denk dat ik deze, of die ga vervangen door deze. En dan ga ik even kijken wat ik daarmee ga doen. Maar ja, ik heb die toch al best lang, en ik ben een Frozen fan, ja. Maar ik heb zoiets van, ik ben toch meer fan van Emilia Clarke, omdat ik ben van Frozen. En Game of Thrones ben ik veel meer fan van en zo. Dus ik ga hem toch omwisselen. En misschien dat ik er nog een plekje voor kan vinden. Misschien dat ik hem nog een keer hier kan hangen of zo op de muur. Moet ik maar kijken. Maar voor nu ga ik hem dan even eraf halen en ga ik deze er hangen. Want deze is zo fucking fan aan Emilia Clarke. Is zo awesome. Want zoals je ziet, hier heb ik al een poster van Daenerys. En hier ook een poster van Daenerys. En ja. Ik hoop dat hij recht is, want ik ben een beetje altijd aan het twijfelen van is hij nou wel recht? Maar
Want dat had ik dus ook met de Frozen post, want die was toch een paar keer afgevallen. Dan moest ik hem steeds opnieuw ophangen. En als ik zit op tijd van, is die nou al raak? Dus ik probeer het meteen goed te doen. En volgens mij is die vrij raak. Yeah. Aan de hand! En ik vind hem echt super vet en ik ben er echt heel erg blij mee. En ik wilde die poster eigenlijk al super lang. Ik wilde eigenlijk een andere, waar ze zeg maar met de Terminator op stond. Maar die was echt nergens te krijgen. En ik wou die ook al zelf bestellen, dus ik heb daar zelf ook al super lang naar gezocht. Maar die heb ik dus voor mijn verjaardag gekocht en dat vind ik super awesome. En ik ben er zo blij mee. En ik had hier dus nog, hier je ziet hoeveel posters het zijn. Het zijn 4 posters. En die had ik, eerst had ik die altijd in mijn kamer hangen. En die waren van Twilight. Want ik was serieus, een paar jaar geleden was ik fan van Twilight. En dan had ik dus ook 4 van die posters. Die had ik hier dan hangen, waar nu die Game of Thrones posters hangen. Maar dan zeg maar in zo'n vierkant. En die heb ik dus hier ook allemaal in zitten. En nu heb ik die Frozen poster ook erin gedaan. En dan kan ik die daar neerleggen. Want ja, ik ga ze natuurlijk niet meer ophangen, die Twilight poster. Want ik ben er al lang geen fan meer van. Maar ja, wel, ik vind het ook zonde om ze weg te gooien. Want het is zeg maar... Ze waren toch wel best duur. En dan, ik weet dat ik er niks meer mee doe. Maar toch vind ik dat dan zonde. En ik weet ook niet waarom. En die Frozen poster ga ik sowieso niet weggooien. Want misschien wil ik die nog een keer weer ophangen. Maar dan moet ik maar even kijken. Kijk eens, hier hangen al allemaal ballonnen. En er staan al een tent en alles. Nog meer ballonnen. Awesome. Dit is echt... Oh, al lekker pot. Dit is prul, dit. What the fuck? Ik kan allemaal er nog één, Erik, deze. Misschien moeten we ze gewoon opblazen. Ja. Ik heb hier dus een ballon. En er zit hier een gat in. Maar dit is echt een hele grote ballon. En dit is de laatste die we hebben. Dus we vinden het best wel zonde dat hij kapot is. Dus ik ga proberen hem te maken. Oeh. Nou, ik heb een plakband opgeplakt. Hopen dat het nu houdt. We gaan het zien. Ah nee, hij loopt alleen! Ik heb hem, maar als ik nu loslaat, dan loopt hij weer leeg. Ik heb het nog 2 keer geprobeerd en het lukt niet. En nu wil het lukt gewoon niet. En ik wilde echt dat het lukte, maar ja, laat maar. En Simba is zich hier aan het amuseren met dat ding. Hey Simba. Oh ja, wat mooi. Oh, hij is zo cute. Simba. Oh, hij is nog wat in mijn voet. Kijk, en hier hebben we ook nog mooie slingertjes erbij. Awesome. Wauw, nu hangen er ook al vlaggetjes. Helemaal geweldig. Nou, ondertussen zijn we klaar, denk ik. En de vlaggetjes en alles hangen. En de ballonnen. En ik vind het allemaal helemaal mooi. En achter stond het tuinhuis open. En ik denk, ik ga er eens in. En ik heb mijn weefbord gevonden. Yay, mijn weefbord. Dus ik was even kijken van, kan ik het nog achterom? En ik dacht van, ik ga even naar voren en dan ga ik eens kijken of ik er nog wat van kan. En Timon die gaat mee. En net pakte ik hem op met mijn voet. En nu is mijn hele schoen dus nat. Omdat er zaten allemaal spinnenwebben aan. Die zitten er nog steeds aan. En die zitten nu allemaal aan mijn schoen. Dus dat is niet echt lekker, hè. En we hebben gezelschap van de katjes. Hey Simba, ben jij er ook? Nou, gaan we eens even kijken of ik er nog wat van kan. Nou, ik kan het toch nog best wel aardig. Maar ik had ook eigenlijk niet echt verwacht dat ik het volleerd zou zijn of zo. Want dat heb ik wel al eens een paar keer gehad. Dan had ik een jaar niet geweefd voor of zo. En toen ineens kon ik het echt heel moeilijk. Maar toen heb ik het heel vaak weer opnieuw geoefend. En nu kan ik het weer gewoon. Awesome. Geweldig.
Lekker. Ja, toch. Ik zit gewoon met de fucking camera voor je gezicht en je ziet het niet. Wauw. Oké, kijk hier wat ik heb. Kijk nou hoe awesome. Gewoon Daenerys tompoezen. Daenerys. Dit is toch geweldig? Kijk nou, hier met Drogon. En hier van seizoen 1 met het paard. Ik vind het echt geweldig. En we hebben nu de kleurlampjes aangemaakt. En wow, ik sta een beetje irritant. Dus daarom is de film een beetje raar. Maar kijk. En muziek. En een Timon. Timons kunnen niet ontbreken. Hé Timon. Timon, kijk eens. Timon. Nee, want ik ben een kat en ik ben eigenwijs. Dus ik kijk niet eens naar de vraag. Ja, ik deed Timon na. Oké, er zijn al heel veel mensen. Kijk, of waar sta je hier? Ja, tuurlijk. En ik heb al hier een chocolade fondue met allemaal fruit en spekjes en alles. Dus dat is super awesome, want ze weten dat ik van chocola hou. En dan heb ik hier nog wat. En ik moet het nog even allemaal gaan openmaken op de kaart en zo. Want daar had ik echt geen tijd voor. Oh, nee. Hij is camera's. Doe Luc. Hij is loner. Kijk maar, want Squad is aanwezig. Het is zo gezellig hier. Er is gewoon een bitch fight. Oh, ja. Ja, dat is. Oh, en daar komt Simba. Simba is een beetje bang voor iedereen. Simba. Oh, Taille, rustig. Fabienne, als je graag op de camera wil, kun je het ook gewoon zeggen. Oké. Okay. Kom, even voor de kamer. Nee. Wat is je naam? Ik ben een neefje. Oh. Oh, ik ben een neefje. Dat vroeg hij niet. Dat vroeg hij niet. Nee, dat vroeg het. Ja. Okay. Toch zei ik dat, want hij daar nog niet. Hey, Jason, jij was toch fan, hè? Oh, is Jason. Ja, bitch. Wil je wat zeggen tegen jezelf? Hey! Hallo, hoi, ik. Ik ben... Ik ben... Ja, ik weet niet wat ik moet zeggen, maar... Zenuwachtig. Ja, je hebt gefeliciteerd. Ja, dank je. Jij ja. Ja, ook wat zeggen? Hij heeft ook wat te zeggen. Luc, ook wat zeggen? Hé hoor, dokter Bruinbeer, weer in huis. En we hebben Sophie. Super lekker, allemaal bootjes. En dat vindt Luc helemaal geweldig, want Luc is verliefd op Sophie. Dus ja, die hebben we ook nog. Awesome. Nou, ondertussen zijn we alweer een dag later en het feestje was nog heel erg leuk. Rond 12:30, 1:00, dat is, was iedereen weg. En dat was eigenlijk best wel vroeg, want ik had wel verwacht dat het rond 1:30, 2:00 toch wel zou duren. Maar ja, maakt ook helemaal niet uit. Toen had ik zoiets van, wow, ik ben best wel moe, ik ga vroeger slapen. Maar daar is dus helemaal niks voor gekomen, want ik ging om 4:30 pas weer slapen, zoals ik elke dag slaap in een vakantie. Ik weet het niet goed, maar ja, het gebeurt gewoon. Ik kan er niks aan doen. En toen had ik dus mijn wekker op 1:00 gezet, maar mijn wekker ging en ik kwam mijn bed niet uit. Toen uiteindelijk heb ik mijn wekker uitgezet en stond ik pas om 3:00 werd ik pas weer wakker. Dus ja, om 3:00 was ik wakker en toen ben ik rond 4:00 ben ik dan opgestaan. En toen heb ik gewoon rustig aangedaan. En dan had ik zoiets van, wat heeft het eigenlijk nog voor nut om me aan te kleden? Dus ik dacht, pyjama dagje. En ja, nu heb ik dus een pyjama dagje. Hoewel is de dag al bijna voorbij. Maar oké, het feestje was dus leuk. Mijn verjaardag was ook heel erg leuk. Kijk, mijn vette poster hangt aan nog steeds. Ja, hij zal niet weg zijn na een dag. En dat wat ik van Daphne had gekregen, dat vond ik ook echt super vet. Het was zo'n chocolade fondue. Dat was, en dan had ze daar allemaal fruit en zo bij gedaan. Ik weet niet of ik het gisteren ook al had gezegd, maar in het begin dacht ik echt van, waarom zit er allemaal fruit bij? Dus ik snapte het niet echt. Maar toen daarna ging kijken, dacht ik van, oh, je kan het allemaal in de chocolade doen en alles. En dat snapte ik en dat vond ik echt super leuk. En kijk, ik ben even naar onder gelopen en dan kun je het zien, kijk, hier kun je een chocolade doen. En dan kun je hier zo'n kaarsje doen en dan smelt dat, zeg maar. En dan kun je er, zeg maar, marshmallows in soppen of, wat zit hier, ananas. En dan kan er ook nog een appel en een banaan en aardbeien en zo. Die heb je natuurlijk in de koelkast gelegd en dan kun je er allemaal in soppen. Dus dat is echt super vet. En ik denk dat ik wel weet waarom ze dat heeft gekocht, omdat ik altijd zeg dat ik heel erg veel van chocola hou en zo. En daarom had ik dus ook dit van Fabienne gekregen, een chocoladekat. Ik denk tenminste dat het een kat is. Ik dacht eerst van wat is het, maar het is een kat. Dus ja, dat had ik ook nog gekregen. En dan had ik nog die twee dingen, want dat is voor mijn moeder nog van toen ze jarig was. En daar zaten nog snoepjes bij, frozen snoepjes en andere snoep, maar die heb ik al bijna op. Dus. En hier nog allemaal kaarten, super awesome. Ik heb zelfs een kerstkaart gekregen. Dat was dus voor mijn oma, die had niet in de gaten dat het een kerstkaart was. Maar oké, en dan heb ik nog deze envelop en die vind ik echt super awesome. Dit is gewoon een envelop. Ik bedoel, normaal zou ik nooit een envelop bewaren, maar deze is gewoon echt super awesome gemaakt.
Want weet je wel, die mensen wat hier waren, dat zijn dus mijn vrienden. En we noemen ons al wel de squad. En hun zijn ook met 5 personen. Dus ik stuurde dat plaatje een keer in ons groepsgesprek. En ik zo, squad goals. En dus hun zei, ja, maar we zijn toch met z'n 5 en zo. Dus we hebben allemaal een character gekozen wie we zijn. Ik ben Daenerys. En ja, hun zijn ook nog allemaal characters dan en zo. En dus dan heeft ze dat op de envelop geplakt. En dat vind ik echt super geniaal. Ik vind deze envelop nog leuker dan alle kaarten wat hier staan. Ik vind het gewoon echt geniaal. Awesome. En dan denk ik dat het tijd is om deze vlog af te gaan sluiten. Ik weet niet, echt niet hoe lang die ongeveer is, maar dat zal ik dadelijk wel zien met editen. Ik hoop dat jullie dit een leuke verjaardagsvlog van mij vonden. Doe dan even een blauw duimpje omhoog als je het leuk vond. Abonneer ook even. En dan was het dit. Doei!